stel voor, je hebt bijvoorbeeld een luxe koker. Lijkt wel marmer, is het niet natuurlijk, maar goed. En een aantal andere attributen. Ik heb hier bijvoorbeeld een bal. Nou, laten we bijvoorbeeld eens deze rode kubus, die je aan alle kanten kunt laten zien. Kunnen we bijvoorbeeld even hierop plaatsen. Zo. En die dekken we even af met dit hulsje, laten we het noemen. Zo. Dan nemen we een witte kubus. Kunnen alle kanten laten zien ook. Witte kubus. Laten we daar deze koker zo overheen zetten, dat we de kubus niet meer kunnen zien. We nemen de bal. Die gaat erin. We hebben nog een kubus. Kun je ook gewoon aan alle kanten laten zien. Even voor alle eerlijkheid. Ik doe het zo eerlijk mogelijk vandaag. Die gaat ook in de koker bovenop de bal. Maar let op. Wat waren dat voor geluiden? Vraag je je af. Ik zal je laten zien. Door wat ik net gedaan heb, is namelijk de kubus van deze kant naar deze kant gegaan. En de bal van deze kant naar deze kant. Dat betekent dat hier nu de bal ligt. En dat betekent ook dat hier nu de kubus is. Kijk, je hebt hier de witte kubus. Je hebt hier de blauwe kubus. En de andere witte kubus. Nou, heel toepasselijk heet deze truc bal, kubus, bal. Voilà. Je ontvangt het helemaal compleet. Het past allemaal in een mooie, nou ja, het is toch wel handig dat er altijd een doos bij zit waar alles in kan. Alles past er mooi in. Nu even niet, maar je moet het even mooi in de koker stoppen allemaal. En dan kan het allemaal heel mooi mee. Ik zal het je ook laten zien ook. Waarom niet? Zo, kijken we het allemaal mooi in de doos. Dekseltje erop en klaar.